De Nola Hatterman Arts Academy heeft vandaag oorkonden uitgereikt aan Lalita Adin, beleidsadviseur van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en aan Sandra Amersing van de Nederlandse ambassade. Dit in het kader van de afsluiting van het samenwerkingsproject tussen de Nola Hatterman Arts Academy en de Gerrit Rietveld Academie in Nederland. Tijdens dit project zijn er 5 personen afgestudeerd. Onlangs is er een expositie gehouden met werken die de afgestudeerden hebben gemaakt. Een aantal docenten van Nola Hatterman is in de gelegenheid gesteld zich te oriënteren op de Rietveld Academie. Zo hebben zij hun kennis kunnen verbreden op het gebied van de beeldende kunst, zegt Sunil Pouyoun van de Nola Hatterman Arts Academy. De studenten die de mogelijkheid niet hadden om deel te nemen aan de 4-jarige opleiding van de Gerrit Rietveld Academie, mochten gedurende een korte periode de eindresultaten van de final year studenten gaan bezoeken, om zodoende ook hun kennis te verbreden op het gebied van beeldende kunst. Op 2 oktober jongsleden is er in het kader van de afsluiting van dit samenwerkingsproject in Nederland een expositie gehouden waaraan de afgestudeerden met daaraan gekoppeld enkele docenten die tijdens de studieperiode een bijzondere rol hebben gespeeld voor de ontwikkeling van hun kunstcarrière, een expositie gehouden met als thema zuiver. Wij van het Nola Hatterman Art Academy brengen ook veel dank uit naar verschillende actoren die een belangrijke rol hebben gespeeld in deze samenwerkingsproject. Met name de Nederlandse ambassade, de Gerrit Rietveld Academie, Stichting Maat Herstellingen Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Directoraat Cultuur. En met een speciale dank aan al deze actoren hebben wij van het Nola Hatterman Art Academy gemeen om oorkondes te overhandigen aan de verschillende instanties die deze samenwerking mogelijk hebben gemaakt. Aldus Sunil Pouyoun van de Nola Hatterman Art Academy. De academie heeft vandaag oorkonden uitgereikt aan Lalita Adin, beleidsadviseur van het directoraat cultuur, en Sandra Amersing van de Nederlandse ambassade. De Rietveld Academie, Stichting Maatwerk Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben hun oorkonde eerder ontvangen.